Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Harry Potter WK's Werkbal. In deze aflevering gaan we het opnemen tegen Frans, Le Frankrijk, met Germani. Dus we gaan eens kijken. De laatste keer dat we... Het is weer een nieuwe sessie, zeg maar. De eerste vier afleveringen zijn na elkaar opgenomen. En nu zijn we een... wat zal het zijn? Een week of drie verder, denk ik. Holtzervlot, maar ik ben nog niet verleerd zoals jullie zien. Ik heb eventjes het geluid dat ik zelf hoor eventjes aangepast. En dat is beter. Om het geluid even iets zachter te doen, zodat ik jullie wel gewoon... Nee. Oh. Zagen jullie dat? Mijn hele beuken werd verneukt voor niks. Nee, geen tegengoal. Nice. Gelukkig. Oh, dat was ontwijken, dat was allemaal geen beuken. Oepsie kloepsie. Bots. Nice. Nou, zoals jullie weten, heb ik heel veel goede herinneringen over die. Het is wel zo op deze, volgens mij hebben we nog geen enkele team special move gezien omdat de wedstrijden er snel voorbij gaan. En ik denk dat dat verandert op het moment dat we op een moeilijke niveau spelen. Dus we doen nu Duitsland en misschien op een later moment dat we, als we het volgende niveau spelen, dat we dan en meer tegenstand hebben, dat de wedstrijden wat langer duren. En dat ik dan ook de team special moves kan laten zien, want die zijn eigenlijk hartstikke leuk. Ik had gezegd dat ik alle kaarten wil unlocken, maar als dat betekent dat ik met alle teams de World Cup moet halen, dan weet ik niet wat ik dat ga doen, want dan wordt het een heel langdurige serie en dat wordt voor niemand leuk om te kijken. Behalve als jullie dat zelf echt heel graag willen, maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Er is alleen maar weer ruimte voor een gloednieuwe serie natuurlijk. Maar ik ga in ieder geval proberen om in elke stand te halen, dus in elke moeilijkheidsgraad, laat ik het zo zeggen. Want dat is volgens mij Comet 260, die doen we nu. Dan Nimbus 2000, dan Nimbus 2001 en dan Vuurflits volgens mij. Volgens mij hebben we vier moeilijkheidsgraden. Dan is Comet 260 is dan easy. Nimbus 2000 is... is normal. En dan heb je het Nimbus 2001, dat is hard. Oh, hoe werkt special move ook weer? Shit. Oh, wacht, was moeite zien allebei. Ja. Dan is Vuurflits Expand. Dus ik ben zeer benieuwd. Volgens mij heb ik nog nooit Vuurflits gespeeld. Ik heb in ieder geval. Ik kan me niet zo goed herinneren of dat zo is of niet. En of het dan ook echt veel moeilijker is. Want natuurlijk spelen we op easy, dus het is ook heel makkelijk. Maar ik kan me niet zo heel goed voorstellen hoe ze de moeilijkheidsgraad, zeg maar, dan aanpassen met dit soort games. Dus daar is het te lang voor geleden, laat ik het zo zeggen. Ik wil heel graag een keer een seizoen met Bulgarije spelen, want dat vind ik sowieso vet. Die moet je echt unlocken, maar dan is het sowieso al vetter, vind ik. Oh, weet je nu nog goede oude tijd toen Super Smash Bros. Nog leuk was? In de tijd van Melee, dat je... poppetje nog moet unlocken door specifieke dingen te doen. En dat je maar een klein beetje van het raster had en dat je super veel kon unlocken. Dat is helaas, hebben ze dat later helemaal weggehaald. Was het echt super leem geworden. Daar baal ik wel nog steeds heel erg van bij de nieuwe Smash Bros. Want dat is... Dat is zeg maar waarom ik Smash Bros. Speel. Voor de unlockables en voor de singleplayer. Want voor de multiplayer speel ik het niet, want daar ben ik gewoon te slecht voor. Hoppatee, blijf scoren. 150-0. Dat is bijna een podcast, joh. Er gebeurt bijna niks. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe ze landen hebben gekozen, zeg maar, voor deze game. Of wat willekeurig is, want als ze naar de boeken hadden gekeken, deze game kwam uit na film 2 en volgens mij na boek 4. Wat raar is dat er zijn in de boeken
hebben ze nogal, ja, hoe noem je dat? Landen gekozen die of niet bestaan. Niet allemaal hoor. Of die... nee, dit moet voor boek 4 zijn. In de boeken hebben ze namelijk landen gekozen die of niet bestaan. Of heel erg obscuur zijn. Die zou je nooit in andere games zien, zeg maar. Volgens mij doet Oeganda het heel goed in de boeken. En je hebt Transylvanië die het goed doet. En natuurlijk heb je ook veel meer Groot-Brittannische landen die het meedoen. Ierland haalt de finale in boek 4 tegen Bulgarije. Volgens mij doet Wales het best oké. Okay. Nederland hoor je nooit. Nederland zit ook niet in deze game. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat hebben gekozen. One Quidditch card one. Ik zou het wel grappig vinden om een Nederland team te hebben. En dan weet ik veel, een veld vol met tulpen en wat molens op de achtergrond, oranje gewaden, lijkt me best wel vet. Nu komt er dus een nieuwe Quidditch game, daar ben ik wel erg benieuwd naar. Of het ook in teamverband zal zijn of alleen maar weer landen. Als het in teamverband is, kunnen ze gewoon Quidditch Through the Ages teams pakken. Je hebt natuurlijk de All Women, dat is Hollyhead Harpies. En Ron is voor de Cambridge Cannons. En dan heb je nog de Arrows, geloof ik. De Sydney Arrows of nee, wacht, het is wel zo. Nee, Portland. Niet Portland? Nee, dat is het ook weer. Oh, jammer. Het is. Ik ben er geweest, hoe heet dat nou ook alweer? Het is op Sky. In Schotland, op Sky, hoe heet het ook. En daar heb je ook een Quidditch team volgens de boeken. Daar is Cho Chang volgens mij fan van. Oh, de Tornado's. Iets met Tornado's is het. En je hebt ook nog iets van Appleby Arrows of zoiets. Misschien moet ik dat lijstje voor de volgende aflevering opzoeken. Dan kunnen we een beetje Quidditch teams bespreken. Heb je toch wel wat te bespreken voor de volgende aflevering? Ik weet je, de content is überhaupt natuurlijk gewoon dat ik een beetje zwerkbal aan het spelen ben. Dat is natuurlijk niet per se heel erg veel interessante going on. Het moet in deze serie niet per se van de gameplay komen, zoals bij Mario of zo. Dan vind ik de gameplay veel belangrijker. In dit geval is het gewoon lekker veel oude huren. Ik ben denk ik voor de vijfde of zes, nee, ja, wel meer. Zesde keer denk ik alle Harry Potter boeken aan het luisteren. Want je hebt niks beters te doen. Zoals een klusje. Weet je dat ik ook, dit is misschien de zesde keer dat ik ze zelf doorluister, de Harry Potter boeken. Maar wist je dat ik ook al twee volledige read-throughs in podcast heb geluisterd? In Potterless. Dat is van iemand die had nog nooit Harry Potter gelezen. En die ging ik voor het eerst lezen met de podcast. Dus dan live reaction, laat ik het zo zeggen. Dat was wel grappig. En ik heb ook Swish & Flick geluisterd. En dat was dan meer een groep met vriendinnen, zeg maar, die wel iets meer weten. Dus eigenlijk is dat de middle stage. En nu luister ik van de Carlin Brothers, die zijn pas net begonnen. De podcast en daar gaan ze, die weten dus superveel van Harry Potter en ook allemaal backstories en zo. En die gaan op die manier de boeken langs. Dus dat is weer een andere dimensie. Dus zo blijf ik een beetje Harry Potter aan het luisteren en aan het zien. En vooral mee bezig houden, dat vind ik altijd fijn. Het is een soort comfort zone is dat, Harry Potter. Dus ja, vind ik fijn. Boomie! Oh, ik had hem nog. Ik dacht, ik schoot hem keihard en toen werd hij opeens on the broken. Au. Kibooming. Hoppatee, zag je die vieze vuile combo? In een broekie doen ze het, in een broekie.
Die Australiërs. Nou, wordt hier gehoord hoor. Ik heb een lekker drinkje bij. Ik pak het erbij. Lekker. Oh. Eigenlijk is het een hele simpele game, maar eigenlijk is het alleen een beetje gameplay en er is verder geen story bij. Ik ben heel erg benieuwd wat ze met die nieuwe Crazy Game gaan doen. Zou er story omheen zitten? En is het een teamverband? Dus is het weer landenverband? Kan je meer landen zijn? Ik ben echt benieuwd. En als je meer landen kan zijn, laat alsjeblieft Nederland erbij zitten. Overigens heb ik me opgegeven om te playtesten. Ik zal het wel niet worden, maar ik heb me wel opgegeven. Weer een special move geunlocked. Oké. Een bludger. Kijk, lekker weer combo's. Kunnen we weer makkelijk bij de snij straks. Ik denk dat dit afgestraft zal worden in een moeilijkere moeilijkheidsgraad. Dit is een lekkere wedstrijd. Oké. Maria Monti! Topped with the tackle. Getting to keep hold of the waffle. He steals the waffle. Igor Brandt! Dat was met A, ja. Ik zat ook weer te denken van hoe deed ik mijn boost ook alweer. Kom op, boost hem. Hoppatee. Lankering. Dat is, zou een ander zeggen. Lankering. Nice, the win. Nou, zoals je ziet is de Australische baan niet zo heel vet. Het stadion van Australië, die is niet super interessant. Nu gaan we naar... Oh, thuis tegen Japan. Oké, let's go. Het is wel grappig. Dit is niet zo dat je eerst iedereen een keer speelt en dan weer iedereen een keer speelt. Nu is dat de tweede keer Japan en we hebben volgens mij ook al twee keer USA gehad, heel kort achter elkaar. Over to you, Millie. We're in Germany for today's game. They're flying. Got topped. Booming! Wel lekker goal om mee te beginnen zeg. Hoppatee, hoppatee. Meteen een heerlijke voorsprong weten op te bouwen voor de snaar. Maar nou, het is pas easy mode, hè, dus... Nee, ik score gewoon elke keer op dezelfde manier, hoor. Dat kan wel. Oh. Ik dacht dat ik special move wel kon doen om... Oh, fuck. Nu doe ik het zo. Nou, maar ook.
Ja, mag allemaal. Kut. Jij vuile Japanner. Je bent een Japanner en je bent vuil. Kiboomi. Lekker. Interception. Dit is de langzaamste, dat is een beetje jammer. Golazo! Lekker. Dat blutje hem er wel weer vanaf hoor. Kut, ja. Ik stond er al niet goed voor. Hij was er wel bang voor. Very bang zelfs. Combo 7, die moet ver. Wojo, zag je dat hoeveel snij erbij kwam? Holy guacamole. Kaboomy. Oh, setting. Hoppatee, hoppata. We gaan omballen, kibooming. Nice. Ryotaro Tanaka? Hoppatee. We blijven gewoon scoren, joh. Oeh, dat is de snaai. Gaan we weer. Hoppatee, hoppatee, we hebben hem. Kabooming. Lekker. Er zijn zeker veel parties in Germany tonight. Weer zo'n Quidditch kaartje gewonnen. Nog steeds dik bovenaan. Volgende wedstrijd is tegen Spanje en weer thuis. Oké. Wel de eerste keer tegen Spanje. Spanje. In Spanje. In Spanje schijnt altijd de zon. Hoppatee, meteen komt een 3 goal. Blooming. Hey, hoi, 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 hip-hop, hip-hop. Hey, hoi, 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 hip-hop, hip-hop. Het is wel wat vriendelijker dan de vorige die we deden, to be honest. Good tackle. It is very bad.
laat die bonus er maar komen. Oh. Beetje zonde van het gebruik van de bonus. Good. Scheiße, Wiedermeier. God, salmon. Troy, mullet, Moran! Come on, pack him up. Nice. Nicing on the cake. Kijk, dit is een snelle route, man. Oh, er stond net iemand voor, een beetje sad. Heel erg sad, ze hebben net hoe je bekijkt. Oké, dankjewel voor de gratis goal. Zagen jullie net die man in het geel aan de linkerkant? Dat is Ludo Bazijn. Die zit echt als een hele grote rol in Harry Potter en de Vuurbeker. Dan probeert hij, dan in eerste instantie vinden ze hem ontmoeten ze hem inderdaad bij het WK's Werkbal. En dan later organiseert hij ook, want hij is zeg maar hoofd van sport en spel bij het ministerie van Toverkunst. En dan organiseert hij ook het toverschooltoernooi in deel 4. En dan is hij er dus elke keer. En hij probeert elke keer Harry te helpen met van alles. En ze vinden dat in eerste instantie allemaal shady. Want hoezo wil hij zo graag dat Harry wint? Uiteindelijk blijkt het dat hij in debt staat bij de kobolden van Goudgrijp. En dat hij zijn geld verschuldigd is. En dat hij elke keer een bet legt, zeg maar, op dat Harry gaat winnen. Zodat hij geld wint. Maar omdat hij weet hoe die opdrachten zijn, probeert hij Harry daar doorheen te loodsen. Harry negeert dat heel vaak. Want hij zegt, nou, ik hoef geen hulp. Zeg maar, of in ieder geval niet geen hulp van hem. Want het is een beetje een shady karakter, zeg maar. Die Bazuin was er ook een keer veroordeeld voor iets, zeg maar. Maar omdat hij een zoeker was van de Wycombe Wasps. Vond iedereen hem geweldig. Toen werd hij dus niet veroordeeld. Maar hij had wel zijn hele trial. Hey, let's go! Weer een zo'n heel mooi dingetje gewonnen. Germany today! Hot so floaty! Nou, laten we deze keer maar saven, want dit wordt het einde van de aflevering. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog en dan zien we je graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dus adios, amigos.